Welkom bij de wedstrijd van DVV E8 tegen de Warnsveldse Boys E3. Een mooie uittrap van Johan op Sven. Die speelde mooi over naar Arjen. En die maakt mooi de 0-1 voor de Warnsveldse Boys. Dat scheelde niet veel of deze corner van Luc ging er in één keer in. Mooie redding van Johan. En ook dit mooie schot op goal, dat scheelde niet veel. Yeah.
En daar wordt het dan toch 1 tegen 1. Kansen genoeg om hem erin te schieten, misschien iets te veel naar PSV gekeken. En dan wordt het vlak voor rust 1-2 door Arjen voor de Warnsveldse Boys. En daar beginnen we dan aan de tweede helft. En dan wordt het toch vrij snel in de tweede helft 2-2. Na een mooie hoekschop is dat dan de 3-2 door Arjen. Ja.
En dan wordt het toch nog 3-3. En dat is dan de 4-3 door Ajen. En Tom, die maakt er dan de 5-3 van. Nu gaat het hard, 6-3 door Louis. Zegt u het maar, maakte Luc die goal rechtstreeks vanuit de corner of was het toch nog Julian die eraan zat? Het maakt niet uit, het is in ieder geval 7-3 voor de Warnsveldse boys. En die 7-3, dat is dan ook meteen de einduitslag van dit heel mooi potje voetballen.